gemeente Arnhem vroeg in eerste instantie een zaal voor klassieke muziek. Maar wel een zaal waar ook andere muzieksoorten, alle muziekstijlen ten gehoor gebracht zouden kunnen worden. Voor klassieke muziek is het heel belangrijk dat het geluid in de zaal optimaal mengt. En dat het vrij lang doorklinkt en daardoor heel gelijkmatig over de zaal kan verstrooien. Op het moment dat je muziek versterkt met luidsprekers, dan wil je juist dat die reflecties die zo gunstig zijn voor klassieke muziek, die moeten gedempt worden. En dus moet je die reflecties van die wanden wegnemen. En hier hebben we daarvoor gekozen, na veel zoekwerk, om dat met schuivende panelen te doen. De oplossing zoals we die hier bedacht hebben voor variabele akoestiek, die is wel redelijk uniek in twee opzichten. Er zijn maar heel weinig zalen, als ze er al zijn, die zo'n enorme mate van variabele akoestiek hebben als deze zaal, zonder dat we het volume veranderen. We doen dat alleen eigenlijk met schuivende panelen. Maar wat ook wel uniek is, is dat we nu een systeem hebben toegepast wat aan zich vrij makkelijk handelbaar is. Je hoeft alleen maar panelen uit te schuiven en hoeven geen panelen te draaien. Nou, dus eigenlijk hebben wij een soort basistekening gemaakt. Nou, dit is wat wij akoestisch willen hebben in die panelen. En toen heeft de Spero gekeken of ze dat binnen hun systeem van schuifpanelen zouden kunnen verwerken. Wat nog niet altijd even makkelijk is, heb ik gehoord. Maar dat is er toch gelukt. En zo hebben we gebruik kunnen maken van het systeem wat eigenlijk al bestond voor een hele andere toepassing, waar dat heel geschikt voor is.